Oost-Vlaamse voorronde van Imagine ging zaterdag 15 februari door in de Gentse Vooruit. Muzikale talenten tussen 12 en 20 jaar mogen deelnemen aan deze internationale wedstrijd. Imagine is niet gewoon een muziekwedstrijd. We bieden de muzikanten die deelnemen aan Imagine ook een hele educatieve omkadering aan. Dat wil zeggen dat ze kunnen deelnemen aan workshop, coaching, zowel in groep als individueel. Ik denk dat coaching wel heel interessant kan zijn, want wat wij ook proberen te doen is ook echt feedback geven. Niet per se negatief, maar eerder ook constructief van kijk, stem de gitaar op voorhand, probeer een beetje te letten op je houding, probeer een beetje stout te zijn op het podium. Vanwaar die passie voor muziek? Een van de eerste dingen dat ik zei was dat ik gitaar wou spelen. Ik ben begonnen met gitaar spelen sinds ik 5 was, ongeveer 4, 5. Dus het is er altijd zo wat ingezeten, die passie. 2 maanden geleden zag ik de post van Imagine en ik belde naar onze zangeres om te vragen of zij wou meedoen met mij dan. En we hadden eigenlijk dan wel nog een band nodig, dus zijn we ook een beetje gaan zoeken en hebben de band gevonden die we nu eigenlijk zijn. Voor mijn opa. Die ook gitaar speelde en zo, ben ik dat ook begin doen in de muziekschool. Zo is dat verder gegroeid. Naast de coachings valt er nog heel wat meer te verdienen. Dat betekent dat zij kans maken om naar het buitenland te gaan, daar op concertreis te gaan. Maar evenzeer kans maken om prijzen te winnen van Roland, opnameapparatuur, extra podiumkansen. Maar de prijzen zijn niet het belangrijkste voor de muzikanten. We zijn zeker niet op zoek naar een podiumplaats of naar de winst, gewoon de ervaring. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Een beetje naambekendheid is altijd ook wel plezant, maar ik denk niet dat we heel ver gaan geraken. Het is nogal een zware wedstrijd, hè, als je zo een competitie kijkt. Zoals iedereen denk ik muziek maakt, hoop ik dat ik daar later misschien iets mee kan, ja, misschien zelf van kan leven. Dat is de ideale droom natuurlijk. You're the razor on my skin, carving words of hate.